En ben je uitgenodigd door mijn neef, John Schorl, ook een organisatie. Ik moet niet lang nadenken, want hey, ik kom weer een keer van hallo. Twee, ik vind het zo ongelooflijk goed doen dat ook mensen met een beperking van hun talenten kunnen benutten. Deze man hier heeft net 125 rondjes gelopen. Ja. Fantastisch. Mijn stem is niet zo microfoon bestendig. Goed, we gaan door. De burgemeester van Heilo, hoe voor mij? Ja, dankjewel, Marie. Nee, ik vind het ook geweldig dat ik hier vandaag bij mag zijn. En helemaal in deze illustre gezelschap met Job en Jim. En Marie en alle andere mensen die mogelijk maken om zo contact te hebben met mensen daar in Hello te organiseren. Als je kijkt wat er aan publiciteit aan vooraf gegaan is via Twitter, Facebook, Facebook. BFM, nou, op allerlei mogelijke manieren hebben we kenbaar gemaakt dat dit evenement vandaag in Hello plaatsvindt. Het mooie is, Jim zei het al, dat het mogelijk maakt om mensen met een beperking te laten sporten. Maar eigenlijk is het nog mooier dat de mensen met een beperking laten sporten mensen die geen beperking hebben. Dat we het gewoon alles met elkaar doen in Hello. En volgens mij is dat ook, betekent dat ook onze gemeenschap in Hello. We proberen om dingen echt met elkaar te doen. Of je nou een beperking hebt of geen beperking, nee, we horen allemaal bij Hello. Het is fantastisch dat er zoveel organisaties hebben die ook een kracht hebben gebundeld vandaag voor de Hello Olympics. En ik heb ook begrepen dat er heel verschillend wordt nagedacht. Niet alleen maar om het dit jaar te organiseren, maar ook weer een volgende keer te organiseren.